Nu ook, zie je over rails heen rijden, zie je kisten pakken en dan zie je naar een rollenbank brengen en de mensen die vullen hem daar aan, zetten hem klaar voor verscheping. Ja, eigenlijk in essentie wat wij doen, en dat hebben we in één term samengevat, is e-fulfillment. En e-fulfillment betekent niets anders dan de logistiek achter een webshop. De week van het VMBO, wat houdt dat precies in? De week van het VMBO wordt nu voor de derde keer georganiseerd in samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein, het ROC en Annex College, samen met 7 bedrijven om onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen, van elkaar te laten leren en ook de studenten die op de opleidingen zitten kennis te laten maken met de verschillende bedrijven in Nieuwegein die deelnemen aan de week van het VMBO, om te kijken wat het betekent om bij zo'n bedrijf te werken en wat er allemaal gebeurt. Is 1 week niet veel te weinig? Want dan maken ze kennis met 1 of 2 bedrijven. 1 week is niet veel, maar we zien het als een vertrekpunt. Want wat je ziet is dat doordat leerlingen ook kennis maken met de bedrijven, er ook contacten ontstaan waar bijvoorbeeld een stageplaats uit voort kan komen, maar misschien ook wel een baan op de langere termijn. Dus we zien het echt als een vertrekpunt en als een kennismaking die tot hele mooie dingen kan gaan leiden. Dankjewel. Daar zul je straks ook zien, daar zit een ordepikpoort. Dus hij brengt nu al wat kratjes als voorbereiding zometeen naar de ordepikpoorten. Ik denk ook dat er op dit moment maar 1 poort actief is, 1 ordepikpoort. Die gaat naar een opmelder. Dus er staat denk ik een opmelder bij de poort die dus producten wil toevoegen. En in deze ruimte ligt van 350 webshops. 150. Ja. Ja, deze, wij doen hier nu 2 miljoen zendingen per jaar. En deze locatie, zoals die hier is opgebouwd, kunnen wij groeien tot 5 miljoen zendingen per jaar. En dan moeten ook de auto's zo verder uitgebouwd worden. En meer orderpickpoorten. Wat kost een zo'n karretje? Dat kost ongeveer 50.000 euro. Oh. Dus dat niet zomaar ergens iemand de achterdeur uitgaat met een vrij grote order, denk ik. Die doet hij even in een andere krat, omdat het te veel is om in een blauwe krat te plaatsen. Hij ziet op het scherm hoeveel hij eruit moet halen. 5 in dit geval. Die gaat even in een grotere order. We hebben de carton wrap, dus het automatisch inpakken. Dat zullen we zo kijken. De medewerker gaat denk ik zo meteen starten. En aan de andere kant daar zo zie je alles wat handmatig is ingepakt. Er zijn namelijk ook producten die breekbaar zijn. Ja, die moet je ook met de hand inpakken. Oké, dan wachten we even tot we compleet zijn. Lukt het? Zal ik hem even... Hoe doen ze het alsnog? Ja. Dat zijn verschillende soorten plastic materiaal wat goed afbreekbaar is. Maar soms is het noodzakelijk, als het breekbaar is, om dat op die manier in te pakken. Want anders komt het kapot aan. We hebben nu wel een machine aangeschaft. Dan gaan we daar uiteindelijk zien waar het dan ingepakt wordt. Lopen we even zo. Dan, Ja.
Ja, dat is het.